Ben jij een belegger met dividendaandelen? Blijf dan zeker kijken, want in deze video gaan we mijn dividend dividendtrekker bekijken. Dit is een Excel sheet, een Google spreadsheet die ik heb gemaakt, juist om het dividend bij te houden. En in deze sheet, uh, ik zal in deze video uit gaan leggen, ten eerste hoe je hem kunt downloaden en na de hand ook hoe je hem kunt gebruiken, dat je hem zelf kunt aanpassen op jouw aandelen die jij hebt. Maar in deze sheet zul je vervolgens zien. Hoeveel dividend je per aandeel, per maand, per jaar bekrijgt en in welke sectoren. Zodat je een duidelijk overzicht hebt van ten eerste het dividend dat er binnenkomt, maar ook hoe de verdeling daarin is. En je kunt ook bijhouden ieder jaar hoeveel dividend je hebt ontvangen. Uh, eventueel een voorspelling maken voor dit jaar. En ook kijken of je door de jaren heen hoe het dan groeit. Heb je tijdens het kijken van deze video nu nog tips of opmerkingen, andere feedback? Laat dat vooral weten in de reacties onder deze video. Uh, dan kan ik dat altijd meenemen in een volgende versie van deze dividend tracker, zodat die iedere keer telkens beter gaat worden. Tot zover deze intro laten we beginnen met deze video. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van een Ik ben dus nu begonnen met mijn scherm delen, want we gaan meteen maar beginnen met deze dividend tracker. En de eerste stap is natuurlijk om de dividendtrekker uh, in bezit te krijgen, om hem te openen in Google. Uh, daarvoor heb ik een pagina gemaakt op mijn website, een passiefinkomen.nl/dividendtrekker. Dan kom je op deze pagina terecht, dan vind je nog een klein beetje de informatie van wat je kunt verwachten. En dan heb je nog één stap en dat is even je gegevens invullen. Dus vul even je e-mailadres in en je voornaam. Eventueel geef je even aan van waar liggen je interesses. Dan kan ik je altijd in de toekomst nog een mailtje sturen mocht ik weer iets interessants hebben. Um, maar ik kan in ieder geval: heb ik je e-mailadres? Dus, mocht er in de toekomst ook een nieuwe versie komen, een verbeterde versie van deze dividendtrekker, dan kan ik je ook een berichtje sturen zodat je weet dat er weer een nieuwe versie is en dat je die kunt downloaden. Heb je dit ingevuld, dan ontvang je meestal binnen een paar minuten een e-mail. Kijk ook even in je, in je spambox, zeg maar, in je ongewenste e-mail. Misschien dat die daar ooit tussen staat, uh, maar in die e-mail vind je een link naar de volgende sheet. En dat is natuurlijk dus de dividend um, Hij staat zoals gezegd op Google uh, Spreadsheets, Google Sheets. Uh, dit is het eerste tabblad. Onderin vinden we de tabbladen uiteindelijk die we zo meteen allemaal gaan bespreken. Maar het eerste tabblad is hetgene wat we nodig hebben. Um, wil je nou meer informatie? Um, dat vind je eigenlijk in het laatste tabblad informatie. Um, hier zul je ook een beetje de uitleg uh, zien waar we mee moeten beginnen. Ja, je kunt dus deze video kijken. Ik zal straks hier nog de link van deze video plakken. Maar vervolgens is het eigenlijk de eerste stap door linksboven op bestand te klikken en kopie maken te klikken. Op die manier maak je eigenlijk een kopie naar je persoonlijke Google-omgeving. Uh, ben je ook in staat om ten eerste het document uh, te bewerken? Want dat is nu niet het geval, je bekijkt op dit moment dus mijn versie. En uh, als je eenmaal die rechten hebt en hij staat op je eigen omgeving, kun je ook zelf je uh, aandelen in gaan voeren. Uh, wat we hier ook nog zien is: eigenlijk hoef je alleen de gele cellen in te vullen, de rest zou allemaal, uh, zou allemaal over moeten gaan. Ik zie hier meteen een typfout, haal ik er even uit. En uh, mocht dat nou niet zo zijn, dan moet je even als je een nieuwe rij aanmaakt, in ieder geval even de, de formules kopiëren. Uh, hieronder zie je eventueel een changelog, oftewel ja, welke versie zitten we en wat is eventueel aan veranderd sinds de vorige versie. Nou, het is nu 20 december als ik dit opneem. Dit is de eerste versie. Dus mocht er ooit nog feedback vanuit jullie komen, mochten er nog verbeteringen komen, dan vind je hier ja, welke versie uh, er dan is en wat de verbeteringen zijn. Uh, we zien hier bovenin Finvis tabelnummer. Dat is iets wat we straks nodig hebben in de formules. We maken gebruik van data van de website Finvis. En ooit kan het zo zijn dat zij het tabelnummer veranderen. Vroeger was het 9, na de rand was het 11, nu is het 8. Als je dan merkt dat je gegevens die je ophaalt, niet meer werken, kun je dit veranderen. Binnen onze community wordt wel verteld wat het is, of ik zal het wel laten weten. En op die manier werkt in ieder geval alles weer naar behoren. We beginnen eigenlijk. Achteraan kunnen we beginnen. En in dit geval zie je eigenlijk mijn aandelen. Ik zal in de versie straks uh, er misschien eentje in laten staan als voorbeeld. Um, dan weet je in ieder geval wat je ongeveer moet invullen en wat je kunt verwachten. Maar hier zien we, um, zoals gezegd, een overzicht van mijn aandelen. Uh, Dat zijn niet al mijn aandelen, maar wel de aandelen waar ik dividend op zou kunnen ontvangen. Uh, volgens mij krijgen ze ook allemaal, keren ze dividend uit behalve Facebook. Dat zien we trouwens ook in dit overzicht. Uh, en zoals gezegd, we gaan straks alle gele cellen invullen. Nou, dat begint met het aandeel, de tikker van het aandeel. Uh, de ticker van het aandeel, AAPL in het geval van Apple. Um, laten we even onder hier hetzelfde doen. Um, nou ja, Tesla. Maar we weten allemaal dat Tesla nog geen dividend uitkeert. Je ziet dat inmiddels dan de gegevens worden opgehaald. Uh, de naam is dan Tesla. Uh, we kunnen zelf de sector in doen. We kunnen auto mobielen. Automobiel, hoeveel aandelen heb ik? Ik heb er 170. We zagen dat de koers al in was gevuld. Wat is mijn gemiddelde koers? Uh, dat weet ik niet meer helemaal, maar geloof ergens rond de 80. Hmm, iets meer te zien. 85 maakt niet heel veel uit. En we zien dat het nu dit waard is, dat ik dat heb ingelegd en dat ik dus een ton in dit geval winst heb. Nou, als Tesla nou uh, dividend had gehad, dan zouden we hier hebben gezien. Uh, hoeveel percentage dat is. En dat komt dus van de website Finvis. Hier zien we het bedrag gevolgd door het percentage. Nou, we zien dat bij Apple dus 82 cent per jaar is. Dat is 0,65% uh, van de koers op dit moment. Maar hierachter heb ik nog een ander percentage. En dat is eigenlijk uh, dit bedrag op de koers die jij zelf betaald hebt. Want je ziet dat we minder hebben betaald, heb ik in dit geval, dan dat de koers is. Dus mijn percentage rendement van dividend is eigenlijk hoger. Nou, um, pakken we dat dividend per aandeel, maal het aantal aandelen, dan komen we op 12 dollar en uh, 30 dollar cent per jaar dat ik aan dividend ontvang. En dat is vier keer per jaar dat Apple dat uitkeert. Mocht nou straks ook merken, je zult dat bijvoorbeeld hebben met uh, Royal Dutch Shell, oftewel een Shell voor ons. Als je dat nou via Google wil doen, dan is het AMS Royal Dutch Shell A. Wachten we even tot die de gegevens ophaalt. Maar. Uh, in het geval van Finvis kan dan geen data vinden. Dat heeft er weer mee te maken. Zij hebben dan een ander ticker symbool. Dus dan kun je eventueel hierachter aanpassen. Uh, RDSA in dit geval. En dan hebben ze wel informatie. En op die manier um, is het wel zo dat je dus, uh, stel we hebben 10 aandelen, uh, dat dan de informatie wordt opgehaald. In dit geval is dat niet het geval. Laten we even nog de gemiddelde aankoopprijs doen. Stel, we hebben het laatst goed ingekocht op 12 dollar. Dan zouden we nu dit rendement hebben. Maar op een of andere manier, ik weet niet precies of dit dan het juiste ticker van Finvis is. Haalt hij de data niet op? Stel nou dat dat zo is. Of dat misschien um, dat je het niet weet. Of dat Finvis het niet heeft. Dan kun je natuurlijk zelf het bedrag invullen. Dan stel Shell zou, um, ik geloof inmiddels iets meer dan uh, 1 dollar uitkeren. 1,6. 3 dollar en dat is zeg maar 1,4 procent zal ik het even noemen. Dan kun je op die manier ook kijken van um, ja, dan vul je het zelf in, dan gaat de formule toch gewoon werken. Um. We zien we hier dat trouwens uh, het aantal keren dat dividend wordt uitgekeerd nog niet is ingevuld? Heel even kort tussendoor. Vind je dit nou een leuke, interessante video? Geef dan zeker even een duimpje omhoog zodat ik weet welke video's jullie leuk vinden. Maar je helpt daarmee ook het YouTube-kanaal, want deze video wordt dan meer mensen aangeraden. En wil je zelf nog meer video's zien, maar bijna geen lid van dit kanaal? Ik maak elke week drie video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Dus klik onder deze video op abonneren. Klik op het bel-icoontje om altijd weer een melding te krijgen. Als die nieuwe video online staat, gaan we nu weer verder met de video over de dividendtrekker. Dat is iets wat we ook moeten doen. Dat is in het andere tabblad, tabblad dividend. We zouden dan hier AMS, Royal Dutch Shell, AAP moeten pakken. En dan zouden we hier de maanden moeten aangeven met een X. De maanden dat Shell dividend uitkeert. Laten we even zeggen dat dat februari, mei, augustus... En november is, ik weet niet of dat is, dan moet je even zelf opzoeken, maar je ziet dat, dat ze dan uh, berekend wordt dat het vier maanden zijn en dat dat hier inmiddels ook wordt ingevuld. Nou, als we dat hebben gedaan, dan gaan we, kunnen we nog een tabblad terug naar de tracker, Daar laten we nu even voor wat het is. Uh, dat is namelijk meer voor als je het dividend hebt ontvangen en je wilt later terugkijken naar hoe die maanden waren, uh, dan kun je dat hier invullen. Stel vorig jaar hadden we in januari 77 en dit jaar weer, dan kun je zien hoe dat zich ontwikkelt. Stel nou dat het in januari, je hebt nu meer aandelen en je verwacht dat er uh, 1080 komt, nou, dan zien we inmiddels dat dat hoger is. En zo kun je dus door de jaren heen, in ieder geval voor de komende vijf jaar, Nog precies bijhouden hoe je portefeuille ervoor staat. En hierboven hebben we ook een overzicht. Um, dat is wat interessante informatie, maar die zien we trouwens ook in het overzicht zelf terug. We zien dat we, oh ja, ik heb Tesla toegevoegd, zeg maar 130.000 dollar waard is, dat de winst... Uh, 106.000 is, oftewel 81% winst. En het dividend dat ik ontvang met de aandelen die we hieronder zien... is 111 dollar. We zien hier de dividendtrekker. Dat is eigenlijk dus een grafiek van het tabblad dividendtrekker. Door de jaren heen zien we hoe zich dat ontwikkelt. We hebben hier een uh, dividendverdeling. Dat is dus op basis van de aandelen die we hier hadden staan. Als we hier de sectoren invullen, um, dan weten we dus grondstoffen... Op basis hiervan en de waarde uh, of het dividend zie je uit welke sectoren het meeste dividend komt. In mijn geval is dat uh, vastgoed. Nou, dat heeft ermee te maken dat Prologes een groot gedeelte uh, heeft. En daar dus het grootste gedeelte is gevolgd door grondstoffen. Grondstof is bij mij Albemarle en Shell uh, in dit geval zoals ik net heb ingevuld. En hier rechts zien we het dividend van het huidige jaar. En dat is eigenlijk gewoon een grafiek van wat we hieronder in deze tabel zien. Um, ik heb het hier nog niet ingevuld. Je moet er ook weer even Shell toevoegen. Dus AMS RDSA Vult hij dat weer in. Hij ziet in welke maanden Shell uh, uitkeerde. Dat hebben we namelijk ja, in het vorige tabblad ingevuld. En dan gaat hij kijken van welk bedrag dat is. Um, in totaal kregen we 13 euro dividend. En als dat gewoon netjes verdeeld is over vier kwartalen. Dan zijn dat uh, ja, 3,25 per kwartaal. We zien dat Shell dan. 4,4% van ons totale dividend vertegenwoordigt. Het totaal is 100, um, en op die manier heb je dus dit overzicht. Dus het is dus belangrijk um, als je een paar aandelen in gaat voeren. In het begin dat we, zeg maar, achteraan beginnen zou ik doen. Je vult ten eerste hierin, je vult dus het tikkersymbol in, welke sector het zit, het aantal aandelen dat je hebt en de gemiddelde aankoopprijs. Eventueel als het afwijkt, vul je het finvis ticker symbol in. Mocht dat nou niet zo zijn, laat je het gewoon zo staan. En dan zal alles dus gevuld worden. Dan gaan we dus in het tabblad dividend aangeven in welke maanden jouw aandeel dat uitkeert. Want dat hebben we nodig uiteindelijk voor het overzicht, zodat we weten in welke maand welke bedragen ontvangen worden. En mocht je nou dus die tracker bijhouden. Nu is het 2020, binnenkort begin je in 2021, verandert het weer, maar wil je dus bijhouden. Wat je het afgelopen jaar hebt gehad, dan kun je telkens per maand invullen wat jouw dividend is geweest. Dus stel we hadden gepland dat het in november 2020 3,08 dollar zou zijn. En het blijkt dat een bedrijf meer heeft uitgekeerd, bijvoorbeeld. Dan zou je hier ook 3,20 dollar in kunnen vullen. En dan zien we dat dit een klein beetje toeneemt. Laten we het even anders doen: 8,20 dollar. Beetje overdreven, maar dan zien we in ieder geval dat de tabel zich update. En mocht dat nou volgend jaar 11 dollar zijn, dan zien we op die manier telkens het, het, het verloop eigenlijk van je dividend. Ik denk heel veel informatie uh, die je überhaupt in kunt vullen. Zeker de eerste keer zal het ook wel een beetje zoeken zijn hoe je het in moet vullen. Ik hoop dat ik het in deze video goed heb uitgelegd en dat je ook eigenlijk alle informatie vindt in dit overzicht bijvoorbeeld, die je uiteindelijk ook zou willen hebben. Mocht je dat nou niet hebben, laat dan altijd in de reacties weten... welke feedback je hebt, wat je graag nog zou willen zien... of welke verbeteren mogelijkheden er zijn. Zelf ben ik niet echt met dividend bezig. Ik heb wel aandelen die ook dividend uitkeren, maar dat is niet mijn focus. Kijk, Apple keert dividend uit, maar ik doe het niet voor het dividend... Uh, Prologes zit ik eigenlijk in juist vanwege de spreiding. En natuurlijk vastgoed ontvang je dividend, dus dat wil ik wel graag meenemen. Uh, dus voor mij is het ook maar een bestand voor erbij. Maar ik kan begrijpen, sommige mensen richten zich echt op dividend. Dan kan dit overzicht heel erg fijn zijn. Maar misschien wil je het nog iets uitgebreider, laat dat dan vooral weten. En tegen de tijd dat je dit bestand zelf dus downloadt, zal ik zorgen dat alleen het aandeel Apple er nog in staat. Uh, met één aandeel in dat geval. Uh, dan heb je in ieder geval een voorbeeld en dan weet je ongeveer wat je in moet vullen en kun je een vergelijking maken. En als je dan eenmaal alles zelf hebt ingevuld, misschien heb je Apple, dan kun je het aandeel uh, aanpassen, het aantal en de gemiddelde aankoopprijs. Heb je het niet, dan kun je het eventueel weghalen. Maar dan heb je in ieder geval een duidelijk overzicht. En tot zover deze video. Ik hoop dat je het er wat aan hebt gehad, dat het interessant is, dat je het ook helpt bij jouw dividend bijhouden. Mocht je dus nog suggesties hebben, tips, opmerkingen, andere feedback, laat dat vooral weten in de reacties onder deze video. Dan kunnen we elkaar helpen en wie weet kan ik jullie feedback ook gebruiken in een volgende versie om deze spreadsheet dus beter te maken. Alle links en informatie die je nodig hebt vind je trouwens onder deze video terug. Daar vind je de link om naar de website te gaan om hem aan te vragen. Ook brokers die ik gebruik of andere producten die ik aanraad. Dus ga daar zeker kijken. Daar vind je alles terug wat je nodig hebt. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze video. Wil ik jou bedanken voor het kijken. Vond je het een leuke, interessante video? Geef zeker even dat duimpje omhoog, zodat ik weet welke video's jullie interessant vinden. En het helpt natuurlijk het YouTube kanaal, want deze video wordt dan aan meer mensen aangeraden. En wil je zelf nog meer video's zien, maar ben je nog geen lid van het kanaal? Ik maak dus elke week drie video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Klik onder deze video op abonneren. Klik op het bel-icoontje om altijd weer een melding te krijgen als die nieuwe video online staat. En dan hoop ik jou graag bij de volgende video te zien.